Oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een artjournalpagina maken. En ik had een vraag gesteld op Facebook van wat willen jullie graag zien? Of welke dingen wil je graag zien? En er kwam één vraag. Gebruik dingen die je nog nooit hebt gebruikt. Dus dat ga ik doen. Dus wat er uitkomt, weet ik nog niet. Dus in de primeur is het helemaal niks. Dan kan ik het filmpje altijd nog verwijderen. En vraag 2 was dingen die je zelf kunt maken. Dan kun je alle dingen kopen, want in iedere winkel zijn wel spullen te koop om mee te artjournalen. Maar ik maak ook een hoop dingen zelf. En dat gaat als volgt. Je gaat naar de Action en je haalt daar een goedkope fles gesso. Die kost echt geen drol. En wat ik daarmee doe, ik gebruik dit om structuurpasta van te maken. En je hebt reliefpasta en structuurpasta in verschillende diktes. En deze is gewoon gesso van de Action met talgpoeder. Dan krijg je deze dikte. En deze wordt heel fijn glad. Ik heb alleen talgpoeder gebruikt met een muntgeurtje. Dus het ruikt hier echt heel erg lekker. Dit vind ik fijn om te gebruiken met stencils. Ik heb ook dikkere gemaakt. Daar heb ik chinchilla zand in gebruikt. Omdat dat de fijnste zand was die ze hadden bij de dierenspeciaalzaak. Het is een beetje dik geworden, zie ik. Dus er zou best wel wat meer gesso bij mogen. Maar ja, je hoeft dus niet per se allemaal van die dure potten aan te schaffen. Je kunt ook een hele hoop dingen gewoon zelf maken. Altijd. Fijn om te weten. En die is ook heel fijn te kleuren met waterverf, met poeder, of met primary elements of zeg ik nou iets moeilijks. Dus, dingen die ik nog nooit heb gebruikt. Wat ik nog nooit heb gebruikt en wat ik vandaag ga gebruiken, is deze band die ik bij de Gamma heb gehaald. Het is eigenlijk band die bedoeld is om twee gipsplaten aan elkaar te maken. Aan de ene kant plakt hij en aan de andere kant uiteraard niet. En ik vond het erg leuk om daar te gebruiken voor relief op mijn pagina, waar ik nog niets van weet wat ik ermee ga doen. Deze stempels komen net uit de verpakking. Die heb ik weet niet hoe lang geleden gekocht en daar kwam ik nou bij uit. Dus ik denk, nou, nog nooit gebruikt deze. De nieuwe kleurtjes van Brusho. Deze. Dit zijn de iridescent en metallic kleurtjes. En die wil ik vandaag gaan gebruiken. Deze potjes zijn makkelijker open te maken dan die van de gewone Brusho. Waar ik trouwens echt totaal verliefd op ben. Het spul is fantastisch. Dus ik hoop dat deze net zo leuk zijn. Maar ja, we gaan het zien. En voor de rest, ja, weet ik het nog niet. Ik begin gewoon. Als ik begin met een artjournalpagina, begin ik eigenlijk altijd met de ondergrond. Dit is papier ook gewoon van de Action. Het heeft één grove kant en één gladde kant. En ik ga vandaag werken met de gladde kant. En ik begin met een laagje kliergesso. Deze gesso is wit. Deze gesso is klier. Die droogt dus transparant op. En omdat ik nog kleuren wil gaan gebruiken, gebruik ik vandaag deze. Ik heb ook zwarte gesso. Die heb ik ook nog nooit gebruikt. Dus misschien dat ik dat dadelijk ook nog even ga doen. Dit is niet echt het leukste werk om te zien. Want ja, je gaat eigenlijk gewoon je pagina van een laagje voorzien. En wat ik persoonlijk heel belangrijk vind in het artjournalen en in het knutselen. Doe het met plezier. Het maakt niet uit hoe dat het eruit komt te zien. En natuurlijk is het leuk als het allemaal lukt. Maar zeker als je net begint, dan lukt gewoon een hele hoop dingen nog niet. En dat is niet erg. Op het einde van de dag heb je wel plezier gehad. En het was leuk om te doen. En dat het een keertje wat minder mooi is of wat minder fraai. Of ik heb ook art journal pagina's gehad. Dat vond ik echt 6 keer niks.
Ik was klaar en ik denk, nou, dit is gewoon echt niks. En die heb ik in stukjes gescheurd. En die stukjes weer gebruikt in een andere art journal. Dus niet te bang zijn om dingen uit te proberen. Maak fouten. Daar leer je van. En het is gewoon leuk om te doen. En hou je blad schoon. Dit is een craft sheet wat eronder ligt. En die zijn echt ontzettend fijn om op te werken. Want er blijft niks op plakken. Je kunt er alles weer zo van afvegen. En wat ik dan gebruik. Heel professioneel. Een oude lekkere sok. Dan is gelijk je blad weer droog en schoon. En kun je verder. En als je een huishouden hebt. Heb je ongetwijfeld een bak met allemaal losse sokken. Alle laagjes doe ik altijd tussendoor drogen. Dus je krijgt even een beetje herrie. Maar dit droogt vrij snel, dus dat scheelt weer. Dus ja, je ziet ook dat hier en daar puntjes op zitten. Van de brusho, dat kleurt meteen op. Is ook helemaal niet erg. Maak er wat van. Doe iets leuks, doe je ding. Weer een blije trui aan zie ik. Ik zag straks nog de kennis die vrouw die al die films maakte, die blije trui aan. Maar dit is mijn knutseltrui, daar mag van alles nog wat in komen. Even kijken, dan ga ik even denken of dat ik eerst de kleur op de ondergrond doe. Of dat ik eerst, ja, ik doe er wel iets van kleur op. Heb je nou naar aanleiding van dit filmpje straks vragen of opmerkingen of iets dergelijks? Ik heb een Facebookgroep. Dat is Mixed Media, Tags en Art Journal. Daar kun je me altijd bereiken. Ik heb ook een Facebook, gewoon Ellen Schoonbrood. Zoek dat even op. Kijk je via YouTube, dan geef even een duimpje als je het leuk vindt straks. Daar heb ik iets aan. Deze twee heb ik ook nog niet gebruikt. Het is van de Action. Het is Deco Glue, Glossy en Mat. Dus ik heb ook geen idee wat het gaat doen. En of het er leuk uitziet. Maar spannend. Ondergrond, achtergrondkleurtje. Paars vind ik wel leuk. Nummer 9. Welke was dat? Nummertje 9. Ik hou van orde, dus ik heb alles genummerd. Dit is 6, dit is 9. Dit is niet dus, dan doe ik sproeien. Deze potjes maak ik nooit open. Dit is brusho. Brusho zijn kristallen met pigment. En je hebt er maar een heel klein beetje van nodig om een heel mooi resultaat te krijgen. Dus paars. Oh, bij brusho zelf is het waarschijnlijk niet nummer 9. Ik heb er gewoon nummer 9 aan gegeven. Kijk dan. Doet die scherp, ja. Hè? Film is voor mij ook nieuw. Maar kijk hoe mooi dat is. Daar word je toch blij van. Echt wel. Paars, als je die mengt. Met water, gewoon met water mengt, dan krijg je dus deze kleur. Dit is hetzelfde poeder als wat ik hier nu gebruik. En dan pak ik een beetje nummer 5. Ook een hele mooie kleur. Turquoise. Ik maak die dus niet open omdat die kristallen zo ontzettend fijn zijn. En als je alleen al een pinnetje erin gebruikt, je maakt er een klein gaatje en heb je meer dan voldoende wat eruit komt. Hoe geweldig dat reageert op water. Oh, als ik nou slim ben, gebruik ik die nieuwe ook meteen eventjes. Wat gaan we doen? Koper, goud.
Violet. Koper. Koper is vast leuk. Less is more. Spriets. En dan even goed drogen. Normaal zou ik dit dus wegleggen en zo laten drogen. Ja, dan duurt het filmpje 3 uur. Dan gaan we dus niet op wachten. Dus we doen deze. Ik zal hem even op pauze zetten. Normaal als je het gewoon laat drogen, krijg je dus één egaal effect. En als ik nu iedere keer de föhn op één plekje zet, dan krijg je daar een droog eilandje. En dan krijg je van die kringetjes erin. Dus zo zien we weer, ook van filmpjes maken kun je iets leren. Ja, dan een beetje eilandjes van kleur. Want waar het droogt, loopt de inkt en het water niet meer terug. We zijn deze blazers ook ongoorlijk heet. Eerlijk is eerlijk. Oké, nou hij is voor het grootste gedeelte droog. En ik weet niet of je het kan zien. Maar dat koper erin, die druppeltjes, die zijn echt ontzettend mooi. Het is een beetje donker buiten, dus dan is het hier binnen ook. Het is nog een beetje vochtig. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik wil sowieso een stuk van deze pagina gaan gebruiken. Erin. Dus niet te voorzichtig. Uitproberen die handel. En die ga ik opplakken met de mat deco glue. Zit maar dicht. Handig die verpakken. Zit vast een systeem in. Of je gaat er gewoon met je vingers in. Oh, de doekjes die ik gebruik zijn trouwens ook van de Action. Het zijn gewoon de goedkope baby wipe doekjes. Ideaal. Ik haal ze op een broodverpakking, want die gebruik ik dus echt heel veel. Kast. Meteen een beetje structuur erin. Ik vind dat oud papier altijd heel mooi uitzien op zo'n pagina. Het heeft meteen iets artistieks, vind ik. Ik bewaar ook alle dingetjes die ik afscheur, want die kan ik er ergens anders voor gebruiken. En niet te voorzichtig met lijm en andere spullen aanbrengen, want het is niks zo jammer als wanneer dat je een pagina af hebt. En de lijm pakt niet goed. Ik heb nieuw begin. Deze doen we hier. En als ik mijn pagina's klaar heb, omdat het aquarelpapier is, dat bobbelt. Dan laat ik hem altijd een nacht in een sprookjesboek, tussen een sprookjesboek liggen. En dan de dag erop is die mooi vlak en dan doe ik hem in mijn art journal.
Dat zit vast. Ja, even kan er ook in. Doekje. Beetje veel lijm gebruikt. Kan gebeuren. Moet ook een prullenbak dichtbij staan. Hij was wat dunner als ik verwacht had. Dus ik dacht, ik schet een beetje op tafel. Nou ja, dat was dus gelijk... gelijk een halve tafel vol lijm. Maakt niet uit, joh. Deze doen we weer even droogblazen. Even kijken hoe snel dat gaat, anders dan zet ik het even stop. Oh, dat is best snel. En ik heb de matten gepakt, omdat ik hoop dat ik hier dadelijk overheen nog kan verven. Als ik de gewone verf van de, of de gewone lijm van de Action gebruik, gewoon de Crea Patch, dat pakt heel vaak de verf niet meer op. Dus ik hoop dat met deze wel zo is, anders ben ik wel uitgestempeld, denk ik. Nee, ook dat is niet erg. Daar leer je van. En kijk ook eens gewoon in je keukenla wat je hebt. Allerlei soorten vormen of lepeltjes of rondjes of... Ik gebruik regelmatig vorken aan de achterkant van een wc-rolletje om mee te stempelen. Waarom zou je allemaal van die dure stempels aanschaffen als het ook zo kan? Ik hou dat er een beetje schuin in het licht en dan zie ik ook of dat het droogje of niet. En natuurlijk als je vouwen in het papier maakt, dan zit er al wel wat meer lijm en dan duurt het altijd wat langer voordat het droogt. Ik zet hem tussendoor stop, omdat ik zelf, als ik naar een filmpje zit te kijken waar ik echt 3 kwartier moet gaan zitten kijken naar iemand die een vagina droog vindt, dan is mijn aandacht al weg. Dus ADHD is erg leuk, ik word er heel creatief van, maar het zorgt er ook voor dat ik geen geduld heb om dat soort filmpjes te kijken, dus die maak ik zelf ook niet. Dus, eens gaan kijken wat dit voor spul is. Deze knippen we af. Uiteindje. En dan zetten we hem, geen idee, hier. Uitkijken dat ik niet over mijn gaatjes heen ga, dat heb ik ook al ooit gehad. Nu je pagina in je art journal doen. En dan gaat het niet, want je hebt je gaatje dichtgesmeerd. Wel gelachen. Even kijken, ik kan nog een stukje bovenin. Even kijken hoe dat die plakt. Zo. Oké, ik ben er nog blij mee. Niet op je tafel plakken. Randje eraf. En die gebruiken we natuurlijk weer gewoon hier. Want we gooien niks weg. Ook leuk op een tijd dit spul, denk ik. Onderstroken. Deze doen we hier. Die lijm die droogt wel heel langzaam. Ik voel hem nog. Ja.
minder blij mee. Even kijken. Dan heb ik die leuke stempels. En welke kleurtjes ga ik daarvoor gebruiken? En welke inkt? Ik denk dat ik het gewoon hou op de Stazon. Sorry dat ik voor je in beeld ga. Maar ik wist van tevoren niet wat ik ging gebruiken. Even kijken hoe dat eruit ziet. Stempel, stempel. Deze kan een ander kleurtje. Ik bewaar mijn inkt ook altijd ondersteboven. Dan droogt hij minder snel uit. En als er nog wat weinig in zit, dan gaat het gelijk naar de goede kant. Daar word ik niet echt blij van. Maar we gaan vrolijk door. Stempels maak ik ook gewoon schoon met diezelfde babydoekjes. Even laten drogen. En ze kunnen weer terug de kast in. Ander stempeltje. En dit is wel een hele mooie kleur trouwens. Steel blue. Ja. De lijm is nog nat. Nee, nog geen paars. Een beetje. En dat vind ik ook het leuke van mixed media. Het hoeft niet netjes. Het hoeft allemaal niet netjes op een rijtje. Het hoeft niet fijn netjes afgeknipt. Het hoeft hier zelfs niet helemaal te stempelen. Je doet gewoon wat je denkt. Van, nou, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. En is het niks? Dan is het niks. En heel af en toe heb je iets en denk je van, oh wauw, dat doe ik nog een keertje. Ja, leuk. Deze is gewoon... En weg. En dan wil ik een stencil gaan gebruiken met mijn gesso talk. Ik heb wat nieuwe stencils hier liggen. Even kijken welke ik graag heb. Deze is misschien een beetje te fijn. Die is wel leuk met sleutels. Oh, deze is ook leuk. Deze. Ja, deze. Helemaal nieuw in de verpakking. Ik weet ook niet meer waar ik hem gekocht heb. In ieder geval in de aanbieding. Natuurlijk, dat is typisch weer iets voor mij. En dat wil ik niet. Dan moet ik heel voorzichtig gaan zijn, want dan zit ik natuurlijk weer ergens dubbel of ergens onder. Of ook geen rand, maar dan komt de perfectionist in mij toch weer even naar boven. Van die handige spatel dingetjes. Ideaal. Als je ze niet hebt, zou ik ze aanschaffen. Past er ook wel precies op, hè? Dus. Beginnen bij de rand. Gewoon doordat die band eronder zit, krijg ik natuurlijk ook weer nog een heel mooi effect. Tenminste, dat hopen we dan. Ja, een beetje zunig. Een beetje eraf schrapen waar het dubbel zit.
Maar het is jammer dat het geen geur-tv is, want het ruikt hier echt minty fresh. Ja, wat overigens nog terug. Spateltje een beetje schoon. Doekje weg. Vingers vol. Normaal ga ik die stempels ook altijd gelijk helemaal afwassen en dergelijke. Nou, dat gaan we nu even niet doen. Dat doe ik straks wel. Deze droogt wel even. Meenemen. Kijk dan. Kijk, dat bedoel ik. Weet je waar die band zit? Dan krijg je het een beetje dubbel. En daar baal ik dan van. Maar het is een effect wat wel weer leuk is. En het wordt een beetje saai, maar toch weer even droogblazen. Ik weet ook niet of als het nog nat is, of of dit poeder er dan op pakt. Dus, dat gaan we gewoon uitproberen. Deze kunnen wel fijn open. Dan ga ik gewoon... Dan heb ik natuurlijk kans dat ik een kwastje naar de knoppen werk. Maar ook dat is geen ramp. Niet vreven. Kijk, zo zie je dus ook dat het iets is wat ik nog nooit gedaan heb. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Altijd spannend. Hoop ik dus inderdaad dat het alleen pakt waar die structuurgesso zit. En niet op andere plekken, want anders heb ik er natuurlijk nog niks aan. Ik denk dat ik nou maar stop, want ik heb nou van het spul in mijn kastje zitten. Zonde om weg te doen, dus dat maken we hier gewoon een mooi. Ga ik er nou nog een keertje met water overheen. Ja. Ik probeer er gewoon iets uit. En als het niks is, dan weet je gelijk dat jij het niet moet doen. Dat was geen goed idee. Kan niet allemaal leuk zijn. We weten wel gelijk dat we hierop kunnen stempelen. Op de gewone lijm is dat vaak niet. Tenminste de gewone lijm van de Action. Deze doekjes gebruik ik trouwens straks ook weer in een ander project. Ik vind het altijd zonde om het weg te doen als er zoveel mooie kleur op zit. Het is droog. Het is enorm bling bling. Ik vind het wel jammer. Ik had het eigenlijk gewoon wit moeten laten. Maar we gingen vandaag dingen uitproberen. Dus, uitproberen. Ik
ga nog iets uitproberen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik heb een paars kleurtje met een babydoekje. Kijk, ik vind de kleur een beetje fletsen. Dit werkt niet met... Nee, dit werkt niet met dit. Dus, waar heb ik mijn sprayverf neergezet? Want ik heb net een nieuwe knutselkamer en ik ben alles kwijt. En ik zie hem echt niet. En ik moet er nog wel 4 hebben. 4 bakjes, geen 4 kleurtjes. Oei. Dilusions. Ik vind het heel, Dilusions vind ik echt geweldig. De stempels en de sprays en, zijn echt heel heftig van kleur. En daar hou ik wel van. Maar ik wil ze nu niet rechtstreeks op mijn blad hebben. Ik wil eigenlijk even kijken of ik het met een babydoekje kan. Ja, dat tuitje maak ik dadelijk schoon. Kijk die kleur. Daar word je toch blij van. Kun je het zien? Ja. Doekje weg. Oh, ik heb hier nog 3 dagen gekleurde vingers van. Maakt me ook niet uit. Mijn kraftsok. Kijk, hoera! Nieuw doekje, ander kleurtje. Als je zulke sprays gebruikt met zo'n tuitmondje, voordat je die wegzet, moet je die wel schoonmaken. Dus ik gebruik altijd van alles door elkaar en dan op het einde maak ik het schoon. Eigenlijk nog een kleur roze van, maar die heb ik helaas nog niet. Nou, door dat paars komt het koper wel heel mooi naar boven. En als je bezig bent met 8 pagina's en je hebt een mooi ondergrondje gemaakt, 9 van de 10 keer verdwijnt het onder het volgende laagje. Ook geen ramp. Eigenlijk gewoon nergens een ramp van maken. Dan is alles wat je doet gewoon leuk en goed. En gewoon zeggen, joh, dat hoort zo. Dat was helemaal gepland. Echt niet, maar dat weten mensen niet. Kijk, vandaar dat ik ook zo'n trui aan heb waar alles in mag komen. Dit doen we nog even droogblazen. Wax. Goud. Sorry voor het wiebelen. Oh, sorry. Dit is de Dora Wax van Cadence. Beetje water erbij.
probeer eigenlijk om die punten een beetje beter uit te laten komen. Ik heb deze wax gekocht bij Just For Jolande en die kwam binnen en die was al helemaal uitgedroogd. De winkel bestaat ook niet meer, maar... En soms is dat handig en soms helemaal niet. Ik zit aan het einde, als ik van zo'n knutseldag ook altijd helemaal onder de glitterende... Je kunt het zo gek niet opnoemen of ik heb het wel erg zitten. En meestal kom je daar dan achter als je bij de Jumbo aan de kassa staat. De mensen je heel raar aankijken en dan denk ik, oh, ik heb hier echt glitter zitten hoor. Dit ga ik wel vaker gebruiken. Ik vind die kleur paars met dat goud vind ik echt helemaal te gek. Dus, volgende doekje. Of je bent met zo'n stippeltechniek bezig geweest en je zit met je kwast in de ecoline en dan ga je tikken en dan krijg je overal spetters. Ja, die krijg je dus ook echt overal. En dan heb je je handen schoongemaakt, maar je kijkt niet in de spiegel voordat je de deur uitgaat. En dan, ja, dan heb je sproeten in allerlei kleuren. Ach ja. Dat zijn ergere dingen toch? Precies. Even denken, ik wil eigenlijk iets in het midden wat er uitspringt. Ik mis iets. Oh, mijn andere ecoline staat natuurlijk nog boven. Ja, daar kan ik niks mee. Ik zwart, zwart, zwart. Ik weet niet of het zwart van hier werkt. Van de brusho. We gaan het gewoon proberen. Ik wil spetters gaan maken op mijn bladje. Black. Oh, ik heb zo'n fijn spritsding. Maar als ik dat nu hier doe, dan gaat het poeder is zo fijn dat het alle kanten op gaat. Dus ik heb een oude lenzenvloeistoffles gevuld met water. En daar gaat het stukken beter. Het hoeft allemaal niet zo duur en niet zo moeilijk te zijn. Even kijken, een beetje fijn kwastje, deze denk ik. Een beetje grotere, en dit zijn wel hele fijne splettertjes. Hoe groter de kwast, hoe groter de spetters. Je kunt meteen zien dat het hier tussenin nog nat is, want het trekt meteen op. Ja. Deze weg. Deze aan de kant. Ander kleurtje. Groen. Thank you.